Helemaal en welkom bij een nieuw filmpje. En ik ben hier in mijn beautykamer een beetje aan het opruimen. Ik had daarvan een foto gepost op Instagram en Verolicious die reageerde van anders moet je maar een keer een declutter filmpje doen. En wel, ik heb dat eigenlijk nog nooit gedaan, dus vandaag is de dag. En dan gaan we samen overlopen welke ik zo allemaal wegdoe. En waarom? Ik ga ze niet swatchen en zo. En we gaan dat samen doen vandaag. En voor het geval dat jullie je afvragen van wat gebeurt er met al die make-up, ik gooi dat niet weg. Hè. Ik geef dat aan familie, vriendinnen mogen er altijd uit kiezen wat dat ze kunnen gebruiken. En de rest probeer ik te verkopen voor hele kleine prijsjes. Maar ik moet wel zeggen, mijn producten, dat ziet er nog allemaal bijna ongebruikt uit. Ze zijn wel gebruikt, maar je hebt... dat is allemaal proper, dat is, je weet wel wat ik bedoel, waarschijnlijk. Dus, en ook de producten zijn amper gebruikt. Dus ja, als je dat dan voor 50 cent of een euro kan kopen, heel veel mensen zijn daar content mee. Bon, en laten we eraan beginnen. Oké, dus dat zijn hier al lipsticks en een paar paletjes die ik wegdoe. En in mijn hand heb ik hier ook al enkele Ofra Liquid Lipsticks. Amsterdam, Aruba, Coven, Coco's Island, Americano en Miami Fever. Die doe ik allemaal weg, omdat dat eigenlijk niet echt mijn kleuren zijn. Oftewel te roze, te oranje of te paarse. Dus deze doe ik weg. Dan heb ik hier lipglossjes van Essence. Maar ik heb gezien dat ik eigenlijk gloss heb van MAC die erop gelijk. Dus deze gaan ook weg. Dan heb ik hier drie Colourpop liquids. En ik kocht die over van iemand. En dat zijn de kleuren Tulle, November en Viper. En ik vind eigenlijk dat die lippen heel erg uitdrogen. Dus deze gaan weg. Dan heb ik een lippenstift van Wet n Wild. Dat is, deze heet Blushing Bali. Dat gaat weg. Dat zijn hier lipbalsems. Dat gaat ook weg. Die rond ik zelf heb ik trouwens al, ik weet niet hoe lang. Dat is een Kiko Metal Lipstick. Zo een beetje een boma kleur. Dus dat gaat ook weg. Dit paletje van de Action gaat weg. Dit Revolution Sophie X palet ga ik ook weg doen. Dan dit Rosy Cheeks palet. Ik nog altijd heel heel mooi, maar ik heb gewoon veel te veel blush en dat zijn hele hele felle kleuren. Dan heb ik hier nog een Pure Blush palet van de Primark. Die kleuren zijn voor mij veel te roze en ik heb dus iets warmere kleuren nodig. En dan heb ik nog een blush palet. Dit Master Blush palet van Maybelline. Uiteindelijk gebruik ik maar één kleur ervan en dat is de tweede in de rij. Ja, en dan heb ik zoiets van, kan dat zowel aan iemand plezier doen dan dat eigenlijk gewoon niet te gebruiken. Dan heb ik vier van die Maybelline Matte Inks. Zijn de kleuren Dreamer, Amazonian, Poet en Fighter. Dreamer en Poet zijn voor mij veel te licht. En dan die andere twee zijn gewoon een te oranje-bruine kleur waar ik dus ook niet van hou. Dus dat gaat ook weg. Een L'Oréal Balmain lipstick in de kleur Fever. Maar dat is zo'n beetje oranje, dus dat doe ik weg. Dat is de lipstick die ik op heb in dit filmpje. Maar ik hou niet van zo'n twee stappen producten. Omdat dat al veel te veel tijd inneemt in de morgen. De Egyptian powder. Veel te oranje is. Lekker of dat je kan zien. Dus dat gaat ook weg. Dan van de Primark een metallic matte liquid lipstick. En zo'n brons metallic kleur. Ik weet niet waar dat ik met mijn hoofd zat toen dat ik dit kocht. Maar dit gaat dus weg. Dan heb ik hier twee Catrice Prisma Chrome lipsticks. Ga ik ook niet meer gebruiken. Dat is zo'n beetje ja, metallic-achtige glans. Dus dat ga ik niet gebruiken. Dan heb ik hier nog een Manny Mana Kadar. Ik weet niet wie dat is. Zat ooit in zo'n beauty bag-achtige ding. Dat is helemaal dezelfde kleur als Velvet Teddy van MAC. Dus dat gaat weg. Ook dit twee stappen ding van Maybelline gaat weg. Een super oude geheime lipstick. Zo'n bubblegum roze gaat ook weg. Terwijl dat eigenlijk wel nog mooi is van kleur. Maar toch gaat weg. Oké, dat is hier dus een Catrice Bronzed Reflection. Limited edition
Dazzlebomb, dat was van de Dazzlebomb collectie. Een mooie kleur, maar dat voelt echt niet aangenaam op de lippen. Dat is zo'n beetje gritty, gelijk als je zo je lippen gaat scrubben in feite, maar het is een lippenstift. De verpakking vind ik prachtig, maar ik gebruik hem nooit, dus ja. Dan had ik dit potloodje gekocht, de Micro Precise Eyebrow Pencil van Essence. Omdat ik dacht dat dat misschien een goede dupe ging zijn voor Anastasia Beverly's Brow Wiz. Maar deze kleur is veel te warm. En is echt niet mooi bij mijn wenkbrauwen. Dus deze gaat weg. Of die kan ik misschien nog gebruiken als gewoon bruin oogschaduwpotlood. Ja, dus dat ga ik ook houden. Dan heb ik hier een Essence Gel Eyeliner die al een eeuwigheid niet meer gemaakt wordt. En dat is een prachtige kleur. Die er nog altijd goed is trouwens. Maar zo'n heel zilver metallic. Maar ik gebruik dat eigenlijk nooit. Dus dat gaat weg. Dan heb ik hier nog een Maybelline Vivid Matte Liquid. Maar uiteindelijk is dat praktisch dezelfde kleur als de MAC Brave. Dus dit doe ik weg. En dan heb ik W7 Lipstick. Ja, W7. Die ik nog kocht toen ik in Denemarken was. En deze heet Lady Luck. Maar deze is dezelfde kleur als MAC Velvet Teddy. Dus eigenlijk aan deze lipstick hangen er wel een beetje herinneringen vast. Want mijn broer woont in Denemarken en dat kocht ik daar. Dus misschien dat ik dat al herinnering ga sparen. Maar nee, eigenlijk, ik mag dat niet doen. Nee. We zijn hier aan het declutteren, Kim. Dus ja. Ofwel, nee, ik ga hem nog eventjes aan de kant houden. En ik laat het aan jullie om in de reacties achter te laten wat ik met deze lipstick moet doen. Het is dezelfde kleur als MAC Velvet Teddy, die ik al heb. Maar aan deze lipstick hangen er herinneringen aan vast. Dus let me know in de comments. Dan een H&M oogschaduw. Een heel mooi mosgroene kleur. Met dat zo een glansje, maar het is ook redelijk veel fallout. Dus dit gaat weg. Dan heb ik nog deze Soutien Regard. Dat is ook een single oogschaduw van het lingeriemerk Etam. Die hebben nog een tijdje make-up gehad en beauty spullen. En dit is de kleur ook weer prachtig. Zo'n mosgroen die blinkt, maar ook hier redelijk gritty. En ik heb het in een of ander palet, dus dit gaat ook weg. Dan deze Sample MAC Night Light Pigment. Ga weg, dat is een veel te pastelachtige kleur voor mij. Dan heb ik nog een Sally Hansen Natural Butter Lip Shine. Eeuwen oud en ooit een keer gratis gekregen. Deze is in de kleur Posy. Heel heel mooi, maar is al zo oud, dus dat doe ik weg. En dan heb ik hier nog een Estee Lauder lipstick, een rood. Maar ik hou echt niet van een rode glossy lipstick, dus dat doe ik ook weg. Dan heb ik nog een Clinique Toasted Rose. En deze, een dupe voor MAC Tweak, dus dat gaat ook weg. Alleen heeft deze een veel meer glossy finish dan Tweak in feite, dus deze gaat weg. En dan heb ik hier nog een Clinique lipstick. En dat is ook zo'n glossy rood. En ik vind dat eigenlijk echt niet mooi. Ik hou van matte rode lippen in feite. Dus dat is al de lipstick en die paletjes die ik jullie heb laten zien. En nu gaan we op naar het volgende. Hier heb ik mijn foundations en zo. En daar ga ik er ook een deel van weg doen. Maar niet weg, want af en toe heb ik iemand die komt om zich te laten maquilleren. Dus dan ga ik dat sparen. Maar voor mezelf zijn er een aantal die ik niet meer gebruik. En dat is deze MAC Studio Sculpt. Dat ligt echt niet mooi op mijn huid. Deze Bourjois 1, 2, 3 Perfect is een twijfelgeval. Dus die ga ik nog houden. Deze Max Factor Beige Linen Weightless Foundation gaat weg. Deze Makeup Forever High Definition Foundation is eigenlijk een tintje te licht voor mij. Maar ga ik wel nog houden, omdat ik die kreeg van iemand. Deze Maybelline Fit Me Matte & Poreless gaat ook weg. Deze gebruik ik zelf heel graag, dus deze blijft. Dat is mijn favoriete foundation, de Lancôme Miracle. Deze blijft ook.
deze bourgeois airmat gaat weg. Dan heb ik nog deze Flormar Anti-Blemish Foundation. Deze gaat ook weg. En dan heb ik deze Catrice High Definition Liquid Coverage Foundation. Die gebruik ik eigenlijk heel graag. De goedkope versie van Estée Lauder Double Wear. Dus deze ga ik ook houden. Een All-in-One Insta Blur. 5 Action Perfector. Ik heb dat eigenlijk nog nooit gebruikt. Dus dat ga ik ook weg doen. En dan heb ik hier de Jane Iredale BB. Nee, Glow Time. Full Coverage Mineral BB Cream. Die is eigenlijk redelijk dekkend. Ik heb hier nog de BB5 van. En dat is de BB7 hier deze. Die zijn voor mij eigenlijk een beetje te dekkend ook. Maar ik heb een collegaatje die deze ook gebruikt. Dus zij zal deze... Ik zal daar heel blij mee zijn. Dan heb ik hier nog een MAC Strobe Cream. Dat ga ik sparen. Bon. Dan heb ik hier dit Brighten Up Poeder. Ik heb dat een keer onder mijn ogen gedaan. En dan waren 2 oranje vlekken. Dus dat gaat er ook uit. Nog een Essence Brighten Up Banana Powder. Daar ben ik wel heel tevreden van. Dus deze ga ik houden. En ik ga dat daarbij steken. Dan heb ik nog deze Makeup Freezing Powder. Die ga ik ook houden. Hier zo'n siliconen kwastje gebruik ik niet zo graag, dus dat gaat weg. Dan heb ik hier van de Action een blending sponge waar ik niet tevreden over ben, dus die gaat weg. En hetzelfde voor dat klein minietje. De beste zijn toch eigenlijk wel de echte beauty blenders, dus dat gaat ook weg. En dan heb ik hier lipglossen. Deze, dat heb ik al gesorteerd. Deze potloden ga ik houden. En dat zijn allemaal zo van die beetje gel-achtige twist-up pen potloden. Dus dat ga ik houden. Maar deze hier, die gaan ook weg. Dat zijn hier dus de lipsticks die ik allemaal houd. Dat houd ik ook. Dat houd ik ook. En dat houd ik ook. En deze liquid lipsticks ga ik ook allemaal houden. Ik heb niet meer genoeg ruimte op mijn SD-kaartje om... deze lade en de volgende lade aan jullie te laten zien. Maar dat komt in deel 2. En dat komt direct online na dit filmpje. Dus als je deel 2 wil zien, dan ga je best daar een keer kijken. En helemaal op het einde van dat filmpje toon ik jullie alle producten die ik ga wegdoen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd naar welke hoop dat dat misschien wel zal zijn. En dan zie ik jullie meteen terug in een volgend filmpje. Graag liken, abonneren, meldingen inschakelen en reactie achterlaten. Tot ziens!